Dit is de streekzender voor de Lopelijke Waard met tot 6 uur Hollands Glorie. 'Goedemiddag allemaal, vrolijke klanken van de Kinema Hawaiians. Heel oud, minstens 15 jaar oud al, maar heel bekend nog. En het tekent de sfeer van vanmiddag, want we gaan het over zonnige, bij voorkeur althans, zonnige vakantieoorden hebben. Ik ga straks even vragen aan Mees of dat misschien in Nederland ook nog plezier te beleven valt. Maar voorlopig gaan we het even op zonnige stranden en... Als voorbeeld daarvan gaan we nu draaien Mandoline in Nicosia van de zangeres zonder naam. Mandoline, don't let me.
Applaus voor de zangeres. Ja, we houden het vrolijk met de zangeres. Want ik heb die documentaire van de week gezien. En mensen heeft toch wel ontzettend veel drama meegemaakt in hun leven. Maar dit is een van de vrolijke nummertjes. Live opgenomen in Paradiso. En het ging over Nicosia, de hoofdstad van Cyprus. 34 graden, onbewolkt. Ja, dat is een aardig woord om naartoe te gaan. We gaan met z'n allen hier eventjes de prijsvraag doen. Moet even de papieren erbij pakken. Ik heb het zo duidelijk mogelijk opgeschreven. Lukt wel eens niet om het allemaal terug te lezen, maar vandaag lukt het vast wel. Het is een plaats in Zuid-Nederland van 15 letters. En die zijn als volgt verdeeld. 4 keer de E van Egypte. 2 keer de H van Hawaii. 1 keer de S van Spanje. 1 keer de R van Rusland. 1 keer de D van Dominicaanse Republiek. De I van Italië. De L van Libanon. De P van Portugal. De Z van Zanzibar. De O van Oostenrijk. En de K van Kuwait. Dat zijn de 15 als ik goed geteld heb. Dat is dus een plaats in Zuid-Nederland. En de raadplaat die erbij hoort, dat is een zanger. Die is niet in deze plaatsen zelf geboren, maar in een buurdorp daarvan. Is al tientallen jaren beroemd. Letterlijk over de hele wereld. Ik was een keer in Indonesië en daar hadden ze zelfs platen van hem. En die zingt over een bepaald land. En daar kunnen we straks misschien nog wel wat meer over zeggen. Maar we kennen dat land allemaal. En het is niet droomland. Zal ik er vast bij. Het is echt een bestaand land waar die over zingt. Goed, dat zijn de prijsvraag en de bonus voor degene die de raadplaat ook nog weten. Dan kunt u doorbellen naar 0348-554-555. En op ditzelfde nummer kunt u uiteraard ook uw verzoekjes kwijt. Ook 0348-554-555. Oké, tijd voor muziek. We gaan naar Zwitserland toe en doen we de uitvoering van de White Rockets. Deze plaat kreeg ik van Chris Achterbos uit Enschede. En het zijn ook tukkers die zingen. Het zijn namelijk de voorgangers van de beroemde groep de Buffoons. En in dit geval zingen ze in het Nederlands over Willem Tell. Hey, Willem Tell. 1, 2, 3, 4. Papa Tell, Papa Tell was een grote held. Papa Tell, daarom wordt nog steeds verteld. Papa Tell schoot een pijl door een appel heen. Papa Tel had die appel daarin bewaard. Papa Tel hield op veel van de natuur. Van whisky puur. Cheerio, cheerio, riep hij uit zijn borst. Schiet een appel voor de dorst. Cheerio, cheerio, en we zien wel twee. Die tel die was oké. Papa Tel, Papa Tel was een grote held. Papa Tel, daarvan wordt nog steeds verteld. Papa Tel schoot een pijl door een appel heen. Ja, Zwitserland, mooi land, duur land, schitterende bergen, aardige mensen. Maar we gaan daar toch nu niet naartoe, we gaan naar Frankrijk. Daar rolt de Tour de France, Le Grand Boucle.
En daar hebben we vorige week al iets van laten horen. Alleen jammer dat het nieuws het nummer afbrak. De gele trui van Gerrit Voorting, technicus Jeroen en telefoonmanager Kees-Jan en ik hebben het nummer wel kunnen uitluisteren. En het is echt om te lachen. Vooral die mevrouw Voorting. We gaan het zo meteen nog een keer draaien. Maar eerst draaien we de achterkant van het plaatje. Ook dit plaatje kreeg van Chris Achterbos. Die heeft er nogal een paar. En dit zijn twee heel beroemde wielrenners. Woutje Wagmans en Wim van Est. Die konden heel erg goed fietsen en matig zingen. Maar met een flink orkest erachter en wat hoenpapa klinkt het best wel aardig. En dit nummertje is ook uit 1956. En het heet heel toepasselijk Tour de France. Je zadel schaft en schuurt, geen water in de buurt. De zon is moordend heet, de wegen zijn niet breed. Een slechte derailleur of andere malheur, dat maakt me kramp en pech, je tot slaven van de weg. Maar zet door, zingen wij je voor. Val je in trevijn, verrek je van de pijn. En met de lekke band, dan sta je langs de kant. Maar gaan de benen rap, dan win je een etap. Dan vlieg je zonder pech, als koning van de weg. Door de France, jongen pak je kans. Wezen we door voor de gele.
Ja, is mooi, hè? Goed geprobeerd. En het valt eigenlijk uiteindelijk wel mee voor mensen die met heel iets anders bezig waren dan zingen. Technicus Jeroen zegt hier, nou, ze zouden grandioos door Idols heen komen. Nou, dat moet je maar afwachten. We hebben hier een verzoekje van Kees van Vliet. En die vraagt een nummer van Johan van de Heuvel. En dat is heel toepasselijk, want daar kan ook wel eens de zon schijnen. Noordzeestrand. We gaan nu naar Spanje toe. En dan nemen we een heel populaire plaat voor. Die is gedeeltelijk maar in het Nederlands. Dat is Holiday in Spain. Die staat nummer 1 in de Nederlandse hitparade. Die wordt gezongen door de Zeeuwse groep Bluff. Samen met de Counting Crows. En omdat het toch Nederlands is. En het over een vakantieland gaat. En over vakantie. Mag die helemaal niet eens ontbreken. Holiday in Spain.
kan nergens heen. Maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen. Zij heeft flessen vol tequila en flessen vol gin. En dan neem ik mijn gitaar mee en mijn gouden ring. Er zijn vliegtuigstoelen, miljoenen bij bedoeling. En bovendien zijn er limousines. En er zijn leugens over sterren die we toch nooit zien. Misschien neem ik Spanje als besluit en laat mijn schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit, een vlucht weg naar een nieuw. Be an engine driver in a bunny suit. If you just be up in pink and white, we may be just a little fuzzy potted later tonight. She's my angel, she's a little better than the one that used to be with me. Cause she likes to scream at me. Man, it's a miracle that she's not living up in a tree. I may stick a heart. Nummer 1 in Nederland, Bluff en de Counting Crows. Ja, als u dan in Spanje bent en u bent bijvoorbeeld in Madrid, de hoofdstad, ga dan eens kijken naar de Arco de la Victoria. Dat is een heel mooie triomfboog. Of het Palacio de Santa Cruz, dat is al bijna 400 jaar oud. En is als koninklijke gevangenis ooit gebruikt, erg interessant. De Iglesia de San Ginés, die heeft heel kostbare schilderijen van Alonso, Cano, El Greco, José Adams, Villa Brille en Salvatierra. En het Prado natuurlijk, dat is een uitermate beroemd museum. En zeer, zeer groot. Oké, als je daar dan bent, verzorg wel dat je verstaanbaar bent. Dus koop een gidsje, want met dat Engels van Bluff en de Counting Crows... kun je daar toch niet heel erg verstaanbaar maken. Het is een stuk makkelijker als je Spaans spreekt. En daar zou u ook bijvoorbeeld het volgende nummer voor kunnen gebruiken. Leen Jongewaard die geeft les in het Spaans. En het nummer heet ook Hoe maak ik me verstaanbaar in Spanje? Habitación para dos personas. Hoe zeg
je geeft mij eens die hamer. Martillo, senor, por favor, gracias. Een fietspomp, een stopnaald, een wekker. Het hindert niet als ik die woorden niet ken. Dokter, ik voel me niet lekker. Is in Spanje no me siento bien? Hoe maak ik mij verstaanbaar in Spanje? Nou, gewoon met dit boek in mijn zaak. Een sapje is daar een chipilio. En een broodje is daar van Ichilio. Van Bilbao tot Malaga kan je terecht met het grootste gemaak. Er is geen enkele ziel in Jordaan. Of hij staat hier vertaald in het Spaans. Olé! Als ik die taal zo eens naga, dan praat een Spanjaard veel mooier als wij. Huevo pasado por agua, dat zeggen ze daar voor een zachte kokijk. Aquí hora sale el favor, betekent hoe laat gaat de boot weg van hier. Dame el favor de liga, geef mij eens een stukje papier. Hoe maak ik mij verstaanbaar in Spanje? En Safi is daar een chipilio. En een broodje eet daar baricilio. Van Bilbao tot Malaga kan je terecht met het grootste gemaakt. Er is geen enkele zin in Jordaan. Of hij staat hier vertaald in het Spaans. Olé! Olé! Nou, dat is toch een prachtig nummer. Heel toepasselijk. Maak er vooral gebruik van de kennis van het Spaans. Ja, hoe gaan we met vakantie? Ik kan natuurlijk op een heleboel manieren. Een van de manieren die we nu gaan laten horen is door middel van een tent. En dat gaat natuurlijk niet altijd van een leien dakje. En dat horen we zo meteen van Toon Hermans ook wel. Wat voor narigheid dat hij meemaakte op de camping. Het nummer heet ook De Tent. Er ging eventjes een verkeerde knop in. Als het goed is, dan staat nou het goede nummer voor. Het Noordzeestrand hebben we al bezocht. Daar kun je natuurlijk ook de tent neerzetten, maar... Lukt die nou, Jeroen? Ja, prima. Daar komt de toon. Oh, zeg, wij zijn van de zomer, dames en heren. Ik ben namelijk een vader van drie zonen. Mag ik misschien even vertellen? Ik heb drie kinderen, drie jongens. En drie heerlijke knapen, ben ik vreselijk trots op. En wij zijn van de zomer zijn we met vakantie geweest, zeg. En dat is leuk geweest, hè. Weet je wat wij gedaan hebben? Wij zijn geweest naar Tirol. En toen hebben we meegenomen, dat hadden we nog nooit eerder gedaan, een tentje. Gewoon zo'n vijfpersoons tentje. Maar dat is lekker, zeg. Dat is lekker, zeg. En maar gieten buiten, hè. En wij maar in die tent liggen, hè. En hoe je daaruit komt na een paar weken, hè. Dat is niet te geloven, hè. Je bent een ander mens, hè. En ik heb ook gevoeld, dames en heren, als je in zo'n tent zit, dan voel je de betekenis van de mens. Wij mensen moeten weer terug in de natuur. Absoluut, de mens moet terug in het struikgewas, gelooft u mij? Als mijn vrouw even uit het struikgewas kwam, dan zei ik meteen erin. Heerlijk, heerlijk. En ik geneer me niet, dames en heren, om u te vertellen dat daar een ontroering van uitgaat. Ik heb daar gezeten in die tent en ik werkelijk ontroerd. Excuseer dat ik me zo laat gaan, dames en heren. Als ik nu nog aan die tent denk... Ik was vol in die tent, geloof ik. Ik heb in geen jaren zo'n volle tent gehad als daar. Heerlijk, heerlijk. En we zaten midden in Triolen.
Midden in Tirol. En wat me het meest ontroerde, dat was als ik uit de tent kwam kruipen, hè. Want lopen kon niet, hè. Je moest kruipen, hè. Heerlijk, heerlijk. Hè? En dan kroop ik door het dal, hè. Want je hebt bergen en dallen, dat weet u, hè. Heerlijk, heerlijk. En we hadden één dalletje, dat was ons dalletje, maar we hadden... Er was niemand. Het is een niemandalletje, ja. Ja, er liepen een paar geiten, dat was ook alles. Van die heerlijke onschuldige geiten. Met nog zo'n extra ding eronder, ja. Heerlijk, al die geiten, hè. De een was nog een grotere geit dan de ander. Er zat dus een oude herder, die zat erbij te breien. Zo'n geitenbreier, weet je wel. Oh, dat was zo zalig, zeg. Mensen, wat lekker was dat, zeg. En doet u mij eens een plezier als u eens met vakantie gaat, dames en heren. Neem eens een tent mee. Het is zo anders, hè. En wat ook zo zalig is, hè. Als je thuis komt. Jongens, dat is lekker. Als je thuis komt weer, hè. En je gaat dan weer zo die huiskamer binnen. Dat is zo, hè. En dan staat er zo'n grote stoel en dan ga je weer eens in zo'n stoel zitten. Ja, maar dat is lekker. Hè? En hoef je niet meer in die rottent te liggen. Ja, die Toon die heeft wat meegemaakt in zijn leven. Even actuele weersinformatie. Braga 28 graden onbewolkt. Lissabon 32 graden strak blauwe hemel. Faro 33 graden bloedheet. De Bilt 15 graden bewolkt regenachtig. Ach, we spreken straks meester wel even over. Laten we maar even naar Portugal gaan met Johnny Hoes. April in Portugal, een bloemenfestival, waar elke jonge liefde snel ontluiken zal. En daarom, als je wil, gaan wij begin april naar Portugal, het land van bloemen. Het lot heeft in een gril mij in de maand april naar het zonnig Portugal gezonden. Ik had niet veel idee, maar heb er voor ons twee een heerlijk paradijs gevonden. Het was nauwelijks van boord of ik werd al bekoord door het kleurenspel in zonneluister. Bij het zien van zoveel pracht heb ik direct gedacht, het is hier waar het geluk op me wacht. April in Portugal, een bloemenfestival, waar elke jonge liefde snel ontluiken zal. En daarom, als je wil, gaan wij begin april naar
Portugal, het land van bloemen. En daarom, als je wil, gaan wij beginnen. Naar Portugal, het land van bloemen. Naar Portugal, het land van bloemen. Prachtig lied, dat eigenlijk helemaal niet over april in Portugal gaat. Het is een Portugees lied, het gaat over Coimbra, dus een grote universiteitsstad in het midden. Van Portugal, een mooie stad, ik ben er wel eens geweest. Maar het is wereldwijd bekend geworden als April in Portugal en in het Nederlands net zo. En Johnny Hoes die heeft er toch een hele mooie versie van gemaakt. Oké, we gaan weer even de bergen in. Zullen we eens naar Tirol gaan? Frans Dumé heeft er een grappig nummertje over gemaakt, luister je maar. Van de zomer naar buiten gegaan, vakantie was niet overboden. Ik ging naar Tirol toe, dat stond me wel aan. Ik had juist de berglucht zo nodig. Ik ben in een heerlijk mooi plaatsje beland, in het wonderlijk schone Tirol. En het is net of iedereen daar in dat land slechts leeft voor de pret en de jol. Oh, ik ben op een feest naar Tirol toe geweest. Ik heb de edelwijs daar zien bloeien. Ik heb de geitjes gezien met hun belletjes om. Ik heb de koetjes Tirols horen loeien. Ik heb een Tiroler schat op mijn knieën gehad. En ze knuffelde voor twee. Maar wat doe je eraan? Ik kon haar niet verstaan. En toen riep ik maar hoela die. Schatje naar huis toegebracht, dat zal me geen tweemaal gebeuren. Ik heb 3 uur geklommen, het ging boven mijn kracht. Ze moest me de Alpen nog sleuren. Toen ik eindelijk boven was, sprak ze, o jee, verontschuldig me duizenden malen. Mijn huisleutel ligt nog beneden in het café. Ga jij die eens eventjes halen? Vrolijk van Frans Dumé. Je hoort eigenlijk niks meer van die man. Eigenlijk een groot aantal artiesten die we vandaag draaien hoor je weinig of niks meer van. Maar dit was best grappig om te lachen. We blijven in de lachende sfeer, want we hebben hier een duo, dat kon er ook wat van. Dat zijn de Wama's. En we hebben voor vandaag gekozen met de school, fijne dagje naar buiten. Ah!
staat zo'n onderwijzer die met zijn klas naar buiten gaat en de andere dag gebroken voor het schoolbord staat een heel stuk grijzer. Wanneer wij naar het trekpunt lopen staat daar een reisbus glimmend rood die zij gedurende het reisje tot als groot vakkundig stoot. Kinderen houden van de bossen, vooral van het Indianenspel. Ze binden mij dan altijd stevig vast, dat wel maar nooit verlassen. Je ziet in Boston zoveel dieren, ah ja, als je daar vast ligt op de grond. Ik wil ze lokken, maar dat is moeilijk, want mijn mond zit vol met mieren. Die met verlas mag ik liever dan dat vorige spel. Ja, ja. Al zag mijn klas de andere dag gelukkig wel dat ik nog in het bos lag. In het water laat ik nooit verstek gaan. Niet de vete. We doen niet langs de onderkant. Heb je gewonnen? Ik win altijd dankzij mijn klas, want als die man gaat op mijn kop staan. Ze een nieuwe tocht beloofd weer, ja, omdat de jeugd zoiets behoeft. Al hadden ze in de bus mijn zitting was gesproefd en doet mijn hoofd zeer. En weer terug bij vrouwen spruiten, dan zegt mijn zeer bezorgde vrouw. Wat zie je pips voor mine kinderen, maar is lekker niet naar buiten. Gezellige boel altijd met de Wama's. We gaan eens even kijken of dat het nog de moeite waard is om een keer een dagje naar buiten te gaan. En daar moeten we uiteraard onze expert voor raadplegen. En dat is Mees. Goeiedag. Dag Mees. Ja. Je bent er weer. Ik hoorde dat je in Vlaanderen gezeten hebt. Ja, dat klopt. Want het was alweer een paar dagen maar. Oh, was het daar nog mooier? Nee, zelden zie ik. Ik ben er al bang. Nee, dan moet je wel verder weg. Nee, dat viel ja, dat, dat is natuurlijk een van mijn vragen. Waar moeten we wel zijn om zomerpret te hebben? En is er misschien ook nog een kans op dat we in Nederland zover komen? Ja, kans is wel weer een beetje aanwezig. Het hele mooie weer moet je toch wel naar Zuid-Frankrijk. Zowel aan de kant van Bordeaux als aan de kant van de Middellandse Zee. Spanje, Italië, Portugal. Er moet ook wel eens een bui vallen, maar het hoge teruggebied bij de Azoren ligt daar vlij dichtbij. Dus het heeft gunstige invloed. Of Afrikaanse landen. Nee, alles wat daarboven zit, dat is. Maar dat gaat over Scandinavië en Duitsland. En voor een deel ook Oostenrijk en Zwitserland is het allemaal niet zo best. Gisteren viel nog mee, ondanks het lage teruggebied bij Zweden. Dat zit er al een paar dagen, blijft nog een paar dagen liggen. Is de oorzaak van dat mindere weer. Had toch blijkbaar een hoge teruggebied, de oceaan, wat invloed. Waardoor het gisteren best nog aardig weer was. 19 graden, flink wat zon. Konden we vandaag niet zeggen. Maar dat lage teruggebied bij Zweden nam een storing met zich mee, een occlusie. En die trok dan over ons land nog wat buien, maar ook een zon. Intussen neemt de bewolking de loop van de dag vanmiddag en vanavond verder toe. En uit het noorden vandaan komt er wel eens wat smalle strook met regen. Dus we krijgen nog vanavond en een stukje vannacht dan wat regen en motregen ook. En daardoor een graadje of 12 als minimum door een dikke wolkendek. Nou, trek maar het regengebied weg. In de ochtend nog veel bewolking. In de middag een enkele opklaring, maar ook weer wat buien. En dat die wind
en west-noordwest draait, frisse wind, frisse lucht meevoert en nog vrij krachtig is ook, wordt morgen maar een graad of 16. Dus dat is toch wel een dip voor de vakantiegangers. Geen weer om een dagje naar buiten te gaan? Nee, uit te waaien, dat houdt ook op. En dan dinsdag, dan zou wel eens een droge dag kunnen blijven, dat ook het drukgebied weer een beetje in de buurt komt, dat lage drukgebied een beetje afdroeg bij Zweden. Een droge dag, waarschijnlijk opklaring, een brede opklaring, en dan kan het weer een graad of 18 worden, want de wind ook een beetje luwt. Nou, die nacht erop alweer een nieuw front vol regen en wat buien brengt, trekt woensdag weg en dan woensdag, maar ook donderdag en vrijdag, een dag met wisselende bewolking, brede opklaring, dat wel, de zon is zeker niet in de steek vergeleken bij vandaag en morgen. En dan met die zuidwestenwind wordt een graadje of, ja, 19, misschien zelfs 20, maar nogmaals, er kan elke dag toch wel een bui vallen, dat moet je maar vanuit gaan. Dan komt beter nieuws, het lage drukgebied, zoals ik al zei, trekt wat weg, eigenlijk donderdag al. Het Azoren hoge drukgebied komt boven ons te liggen bijna voor een deel. Legt in verbinding met een zwak hoofd bij Rusland. Nou, dat is nu goed, dan zitten we goed in de verhoudingen. Lage drukgebied blijft wat op afstand. En dan denk ik dat het in de loop van vrijdag, maar vooral zaterdag en zondag, en wel eens zomers achter zou kunnen worden. De kans de zomer terugkomt is even dan weer aanwezig. Flink wat zon, droog, een late zuidoostenwind. Een temperatuur van zo'n 24 graden. Oké, dat mag er natuurlijk zijn. Garandeer je dat ook, Mees? Want, nou, bijna. Het vervelende alleen is dan weer dat als een reactie boven Bretagne weer een onweerstoring ontstaat, daar zullen we nog zondag geen last van hebben. Maar een maandag, waarbij het ook nog wel een graad of 3, 24 kan zijn met die oostenwind, komen er toch meer bewolkingen en gaan een paar buien vallen. En dan zal het toch volgende week dinsdag of woensdag, want dan praten we alweer heel veel verder, waarschijnlijk weer een noordwestelijke luchtstroming in stand komen, waardoor het weer koeler wordt. Maar dat is nog heel verder. Mm-hmm. Dus ja, inderdaad, morgen dieptepunt. Moet het dan op vrijdag al een verbetering. Meer zon en wat warmer. En dan zou het weekend, en misschien die maandag erop, wat zomers moeten worden. Dus kort gezegd, we kunnen de komende dagen nog wel eventjes wat uitstapjes maken. Ja, laten we zeggen na maandag. Na maandag? Ja. Dan gaan we daarna even naar Vlaanderen. Gaan we er eventjes van het goede leven genieten. Ja, dat zou ik doen. En als het heel erg lang slecht blijft, dan moeten we maar verder weg, bijvoorbeeld naar Bali. Brazilië, Mexico, Egypte, Canarische eiland. Mogelijkheden genoeg, maar ja, dat was niet helemaal de bedoeling van iedereen, denk ik. Nee. Dat klinkt wel eens anders. We denken allemaal terug aan die mooie zomer van vorig jaar. Ja, die was uniek. Dat was rond deze tijd natuurlijk prachtig weer. En ja, dan zullen we toch eventjes inderdaad weer terug op aarde moeten komen met het idee dat alle zomers hier altijd warm en mooi zullen zijn. Nee, ze kunnen wel goed zijn, maar zo warm gebeurt is blijkbaar mee in de 500 jaar, hebben we begrepen. Dus ja, dat blijft uitzondering. Goed, oké, Mees. We spreken elkaar volgende week weer en we draaien ter ere van jouw verblijf in Vlaanderen. Eddy Walli met Ik hou van Vlaanderen. Ik hou van Vlaanderen, mijn vaderland. Ik heb aan Vlaanderen mijn hart verpand. Ik hou van zijn stranden, van zijn velden. Kou van zijn meisjes die als bloempjes in de mei. Ik hou van Vlaanderen, mijn vaderland. Ik heb aan Vlaanderen mijn hart verpand. Dat voor mijn Vlaanderen mijn hart blijft slaan. Ja, la, 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 la. Ja, la, la, la. Ja, la, 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 la. Ja, la, la, la. Thank you.
De streekradio voor de loper gewaard. Graden, mooie stranden, groene palmen, blauwe zee, heerlijk. Alleen 's middags kan het wel eens ontzettend regenen. Echt zo'n hele grote tropische regenbui, maar die is na een paar uur weer voorbij. En is alles weer lekker fris. Dit was reisbureau Wieteke van Dort. Ze kan het weten, want als Tantorin heeft er heel lang gewoond in Indonesië. Het is even reizen, maar als je wat langer verblijft is het toch heel goedkoop. Want je kan er, als je bekijkt, heel goedkoop eten. En hotel krijgen. Heel even nog de prijsvraag herhalen. Dat was een plaats van 15 letters in Zuid-Nederland. 4 keer een E van Egypte. 2 keer de H van Hawaii. 1 keer de S van Spanje. 1 keer de R van Rusland. 1 keer de D van de Dominicaanse Republiek. De I van Italië. De L van Libanon. De P van Portugal. De Z van Zanzibar. De O van Oostenrijk. En de K van Kuwait. Uw oplossing naar 0348-554-555. En uw verzoekjes uiteraard ook. We gaan dit eerste uur besluiten met de kermisklanten. En die hebben een leuk nummer over de Costa del Sol. Ook een prachtig oord, maar dat is wel behoorlijk bekend bij de Nederlanders. Tot straks. Op 95.5 FM in de Ether. Op diverse kabelfrequenties in de Lopikse Waard. En wereldwijd via internet. Dit is de Streekradio voor Lopik en IJsselstein. Goedemiddag.
Dit is het Novum Nieuws, ik ben Tamara Bok. De woning van de Jordaanse ambassadeur in Wassenaar is volledig verwoest door de brand van vanmiddag. De ambassadeur heeft nog geprobeerd om persoonlijke spullen weg te halen, maar dat moest hij van de brand weer staken. Wat de oorzaak van de brand is geweest, is nog onduidelijk. De Belgische politie houdt twee Soedanezen vast die worden ondervraagd over mogelijke banden met het terreurnetwerk Al-Qaeda. De twee mannen werden al eerder op de luchthaven Zaventem opgepakt. Ze kwamen uit Athene en hadden valse Belgische paspoorten bij zich. In hun bagage zouden foto's van zelfmoordterroristen zijn gevonden. Het gerucht dat er telefoonnummers van Al-Qaeda-leden op hun mobieltje stonden blijkt onjuist. Een ontsnapte Belgische moordenaar is gisteravond door de Nederlandse politie opgepakt. Hij ontsnapte 2 weken geleden. De man zat in de cel voor moord, doodslag en zware mishandeling. Hij had zich verstopt in een huis in Heerlen en kon zonder problemen worden aangehouden. De crimineel moet nog een celstraf van 25 jaar uitzitten. De Filipijnse troepen in Irak zullen niet vervroegd worden teruggetrokken. De regering zwicht niet voor de eis van de ontvoerders van een Filipijnse vrachtwagenchauffeur. Die dreigen de chauffeur te onthoofden als de troepen niet worden teruggetrokken. De Filipijnse minister van Buitenlandse Zaken zei dat de troepen zoals gepland tot 20 augustus in Irak blijven. En dan sport. Michael Schumacher heeft de Grand Prix Formule 1 van Silverstone gewonnen. Hij bleef de Finn Raikkonen en teamgenoot Barrichello voor. Het was zijn 10e overwinning in 11 races dit seizoen. En dan het weer. In het noorden is het vrij bewolkt en valt af en toe een bui. Hier en daar laat de zon zich nog wel even zien. De middagtemperatuur ligt rond de 17 graden. Vanavond overal kans op wat regen en motregen. Vannacht miserig en 11 graden. En dit was het Novum Nieuws. Dit is de spreekzender voor de Lopelijke Waard. Met tot 6 uur Hollands Glorie.
Ja, we hebben toch nog kunnen draaien. Het eerste uur was niet de moeite waard wat er nog van te horen was. Dit waren de kermisklanten met Costa del Sol. Ik kreeg een verzoekje binnen van Geertje den Hertog. En die vroeg de wandelclub van Jasperina de Jong. En dat kan natuurlijk ook, want je kan ook leuke wandelingen maken. Op de Purperen Hei bijvoorbeeld. Dat nummer hebben we vorige week nog gedraaid. Maar we laten nu eventjes Jasperina de Jong met de vrolijke wandelclub op weer los. Klassen. Wij zijn dan op de heide, op de weide en op de natuur. Geef ons de frisse weide, want je kunt er zo genieten zonder haar heerlijk hunten. Wij willen geen nicotine, wij willen de mandoline van je pingelen, 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 pingelen van. Picknicken is zo fijn, niks pikken voor de lijn. Wij zijn niet te kussen, wij zijn niet te kussen. Dat is onhygiënisch, onhygiënisch in de natuur. Wij zijn het CPH der slakkenhuizen. Wij zijn dol op hagedis en waterneuzen. Geen kareltje en geen wimpies, we stappen in onze gimpies. Van je pingelen, 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 pong. Bij ons is alles puur. Ben nog figuur, wij zijn een stuk ongerukt natuur. Jo met de banjo en Lien met de mandolin. Kaatje met de mondharmonicaatje. Truitje met de luitje, je moet dat clipje zien. Dol op een man, dol op een man, we zijn zo dol op een kerels, we motten geen kerels. Wij beschermen de diertjes, de meertjes, de piertjes in de natuur. Wij gaan soms 14 dagen lang kamperen, zonder hi, zonder ha, zonder heren. Wij willen geen limousine, wij willen de mandoline van je pingelen, 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 pong. Het klinkt naar alle kanten wanneer het zonnetje brandt. Jasperina de Jong met de wandelclub. We kennen het natuurlijk ook van Sugarlee Hooper. Maar het is eigenlijk al 50 jaar oud. Het is uit de film Moutarde in Sommelsee van Toon Hermans. En we zijn eigenlijk op zoek naar die versie van Toon Hermans. Die is bijna spoorloos lijkt het wel. We zouden een kopietje van de film moeten hebben om dat eens een keer te draaien. Het is wel interessant om Toon's originele versie daarvan eens te horen. Als u trouwens nog meer tips hebt, dan bent u altijd welkom. Als het enigszins mogelijk is en past in het programma, dan zullen we hem zeker draaien. Ik heb hier bijvoorbeeld een tip van Ben Querido uit Breukelen. En dat is een erg leuk nummer en dat is ook erg toepasselijk. Vooral bij de prijsvraag. Die plaats van 15 letters, daar krijgen we aardig wat oplossingen van binnen. Alleen krijgen we klachten van ja, veel te moeilijk die raadplaat, geef wat meer aanwijzingen. Nou, ik heb al gezegd.
is een zanger die komt niet uit deze plaats. Want als ik de geboorteplaats van de zanger noem, dan is het ja, veel te makkelijk. Want hij, zijn bijnaam, daar zit ook zijn geboorteplaats in. Maar die plaats hier ligt vlakbij de plaats waar we het over hebben. Dus een kortere plaatsnaam. Maar het is toch een houvast wat u hebt. De zanger is echt wereldberoemd. Je hebt echt onder andere in Indonesië staan platen van hem. Duitse platen voornamelijk. Want hij heeft in verschillende talen gezongen. En hij zingt over een heel bekend land. En zoekt dat niet te ver, dat land. Want dat is heel erg dichtbij. En daar heeft hij duidelijk wat mee. Je zou zelfs kunnen zeggen dat hij ervan houdt. Nou, ik denk dat het nu al een beetje zo moeten kunnen lukken. En we gaan even die tip van Ben Quirido draaien. Annette Hesterman met Zoek het niet te ver. Annette Hesterman uit 1969, zoek het niet te ver. Bedankt voor de tip, Ben, was een leuk nummertje. Nou, we hoeven het niet te ver te zoeken, als natuurlijk het weer hier ook mee zit. En we hebben nog niks van Frans Bauer gehad. Tjoh, het is al 5:10 en we hebben nog niks van Frans gedraaid. Gaan we nu goed maken. En die heeft het over hetzelfde als waar ik eigenlijk over zat te kletsen. Eens schijnt voor jou de zon. Zijn ze gemeen, zijn ze echt? Sta er niet altijd te lang bij stil, al maakt het wel uit wie het zegt. Voel je van binnen verdriet, niemand die dat aan je ziet. Dan zijn die woorden een kleine troost en haal je de kracht uit dit lied.
vandaan? En loop je rond met de vraag, waarom mag ik niet gelukkig zijn? Ik heb hier toch niet om gevraagd. Het is maar een kwestie van tijd, al lijkt het een eeuwigheid. Wat er niet is, kan er morgen zijn, want weet dat een wolk weer verdwijnt. Eens dan schijnt voor jou de zon, vraag de sterren maar waarom. Zo is het leven, nemen en geven. Dan verschijnt er weer een laag. Onze Frans. Ik had gezegd dat dit een verzoekje van Annie was. Voor Gijp? Nee, had ik niet gezegd. Nou, het was echt voor jou, Gijp, van Annie, Frans Bauer. Ja, als de zon voor ons gaat schijnen, dan blijven we gewoon even lekker in Nederland. En zoeken we het niet te ver. En dan gaan we bijvoorbeeld eens even naar Zeeland. En dat is een groep die is niet zo bekend, maar maakt toch wel erg leuke muziek. Ze hebben één leuke cd gemaakt. En daar komt dit nummer van. Het nummer heet Vlissingen Skyline, bijna thuis. Dat gaat over de veerboot, over de Schelde. En het is van de groep Champagne Charlie. Op voordek van de Beatrix, waar ik nog even uit. Mijn vakantie zit erop. Ik ben op weg naar huis. De laatste onderbreking van een lange autorit. De lucht is grijs, de zee is grauw. Het is een triest gezicht. Plotseling breekt de zon door. De bewolking wijkt uiteen. Lijkt het anders in de wereld om me heen. En als ik dan mijn blik op de kustlijn voor me richt, dan lijkt Vlissingen Skyline als door een schijnwerper verlicht. Vlissingen Skyline is het mooist vanaf de boot. De stad zijn schoonheid bloot. Een prachtig panorama, zowel in vorm als klein. Om daarvan te genieten, hoef je geen Vlissingen te zijn. Als hoogtepunt
Sint-Jacobstoren breidt. Essing is Skyline, is het mooist vanaf de boot. Vanaf het water geeft de stad zijn schoonheid bloot. Een prachtig panorama, zowel in vorm als lijn. Om daarvan te genieten, hoef je geen vissinger te zijn. Champagne Charlie is weer terug in Zeeland. En ja, de situatie daar is niet al te vrolijk. 14 graden, bewolkt, grauw, harde wind. Maar het wordt beter, we hebben het van Mees gehoord. En als het dan wat beter weer is, dan gaan we lekker aan de waterkant. Samen met Frits H. en de Mexicano's. Dat is gelijk onze gekke plaat van de week. Vissen, vissen, vissen. Ja, Frank H. en de Mexicano's vissen, vissen, vissen. En als ze zitten te vissen, dan komen we misschien Marietje wel tegen. En die wordt gevraagd, mevrouw Van Wely, die vraagt het voor mevrouw Kersbergen. Dat is haar moeder. En we gaan het draaien in de versie van de Johnny's. Ja, dames en heren, als je zo aandringt, Marie.
is dat wil ik wel, dames en heren, bij het volgende nummertje. Iedereen in de Bolognese. Het is een oud-Hollands nummertje. Het gaat over een heel mooi meisje. Ze had blonde plechten, dames en heren. En ze had één grote hobby. En het was gym maken. De Marietje was een kindje vroeg opgestaan. Het was pas kwart voor acht. Marietje was een kindje vroeg opgestaan. Het was pas kwart voor acht. Want ze wilde naar het bos toe gaan. Hij liep, hij loopt het bos toe gaan. Waar de zwarte vrouwen staan. En toen Marietje in het bos aankwam, zag zij de jagers zo. En toen Marietje in het bos aankwam, zag zij de jagers zo. En hij hield haar ramen plukken. Hij liep, hij loopt je plukken. Haar hele bandje vol. En dan in het bos, daar zijn de genoeg. Ja, goed voor de gezelligheid altijd, de Johnny's en Doldwazen knaap uit Amsterdam. Oké, we gaan richting de conferentie straks, maar daarvoor, die is van cursief trouwens, uit cursief. En daarvoor gaan we nog iets draaien en dat heet een reisje langs de Rijn. En dat is ook uit een uitzending van cursief. Dat is een persiflage van 30 jaar geleden, cursief 74. En het origineel van het nummer, dat heet Berliner Luft. Dat is uit 1904 uit Berlijn. In 1906 heeft Louis Davids daar al een Nederlandse vertaling van gemaakt. En dat heette Een reisje langs den Rijn. En dat is later nog eens in allerlei versies teruggekomen, waaronder Willeke en Willy Alberti uiteraard. Maar dit is een persiflage op de vervuiling van de Rijn. Dus een tip, ga er alsjeblieft niet in zwemmen. Nog steeds niet. En toen zeker niet. Gezongen door Luc Lutz en Gerard Cox. En daarna komt cursief terug met een conferentie uit heel ver weg, namelijk uit Suriname. Laat maken we op de mooie Rijn een aardetochtje. Bij Basel zagen we al meteen het eerste bochtje. De chemische fabrieken daar. Het was indrukwekkend. Al die afval onverkoopt in het water werd getoost. En de club op de boot, die zon van klein tot groot. Kijk wat drijft daar in de Rijn, Rijn, Rijn. Blinkend in de zon, de schijn, schijn, schijn. Jongens en pikken, nou mis, mis, mis. Nee, dat is, is. Door verblind zo'n bom van kleur, kleur, kleur.
Vroeger kwam op de rivier een nieuw paars plekje. Bij Koblenz zagen wij veel schuim in witte vlekken. Dat dreef van onze Lorelei zo prachtig mooi voorbij. En hey, de schuim. Op, ja, menig glaasje. En s'avonds lag daar op de Rijn een mooi blauw waasje. De flessen gooiden we overboord bij Oberhausen. Datzelfde paal die achterbleef te zien aan wat daar vreed. En de club op het dek. Komen aan, 24 uur per dag, Radio 9. Thans volgt een uitzending van de overheid. In onze serie uitzendingen over de rijksdelen over zee spreekt nu tot u de minister van Verkeer en Waterstaat van Suriname, zijn excellentie Dr. Cadillac Wieldop Junior. Haha, automobielen. De verkeersdrukte is ons naar het hoofd gestegen. Zij neemt fel overbeen toe. Onze wegen leiden dagelijks aan ernstige verstoppingen. En in de binnenstad slaat de walm je om de oren. Wij zullen ons dus ernstig moeten bezuinigen. Dat wil zeggen en schrijven, luisteraars. Wie voortaan met zijn auto aan de bebouwde komt, zal een bord zien met maximaal 50. Meer auto's komen er niet in. Al het andere gemotoriseerde wezen moet dan wachten bij de verstoplichten. Als die wezen 20, 30, 110 wie niet weg is gezien. En hierin zal zeer streng de hand worden gestoken. Maar zal men zeggen, de voetpaden. De voetpadder mag de oversteek pas wagen als hij de nikkerbol ziet springen op Oranjeboom. Ja, en dan heb ik ook nog slecht nieuws voor de jongens die een goede autobaan zoeken. Want op de Koppensnellebrug komt dit jaar geen nieuw wegdeksel. Maar er is één troost. Wij gaan door met de klaverjas bij de Odemarwijnen. De kruising daar is nu platvloers, maar hij wordt vierbaans. En dan kan iedereen gelijk oversteken. Dus het is ruim baan voor de klaarkomers. Ten slotte wil ik nog een pleidooien voor de openbare vervoer. Voor de openbare vervoer. Eerst gaan wij onze trein een nieuwe naam geven en die noemen wij Intercity en Interstati. En zo gaan we maar door met onze bezuiniging, luisteraars. Want zoals een heel beroemd, maar bekend Surinaams gezegdswees heeft gezegd, wie op de wegen wacht, wacht het langst. APPLAUS.
Applaus voor Gerard Cox. U had hem wel herkend waarschijnlijk. Hij heeft een aantal van dit soort sketches gemaakt. Die zullen we in de toekomst zeker allemaal nog eens een keer laten horen. Al was het alleen maar voor onze technicus Jeroen. Die zit echt te glunderen van dit soort humor. Gerard Cox heeft ook Vlaming gespeeld, Polken en dergelijke. En daar, die komt ook zeker nog eens een keer terug. We blijven eigenlijk even in Zuid-Amerika. Suriname zelfs. Alexander Curly, Harm Bremer, heeft ooit een nummer gemaakt en dat heet Paramaribo. Het was in Suriname. Met zo'n mooie zwarte dame in Paramaribo. Zo'n lokale schone, die daar heel veel wonen in Paramaribo. Ze zei zo'n Holland man, daar hou ik zoveel van. Als jij dit kleine zwarte kind ook een beetje aardig vindt. In Paramaribo. Suriname, ja meneer, moet je zien, al is het maar voor één keer. Suriname, ja mevrouw, geeft alles wat je ooit hebben wou. Hele macado in Paramaribo. Het was in Suriname, zo gezellig samen. In Paramaribo. Al die grote zwarte mannen en die muziek uit die ronde pannen. In Paramaribo. Van elke slok die ik nam, werd jij steeds mooier van. En ik nam je kleine zwarte hand, tijdens de reis met kousenband. Wow, in Paramaribo. Ja meneer, moet je zien, al is het maar voor één keer. Suriname, ja mevrouw, geeft alles wat je ooit hebben wou. Hele macado in Paramaribo. En het was in Suriname, toen er dikke tranen kwamen. Paramaribo. Ik zei, hey joh, veeg af die ogen. Binnenkort kom ik teruggevlogen naar Paramaribo. Want die blanke Hollandman, die houdt nu zoveel van. Zijn kleine lieve zwarte kind en het land waarin ze zich bevindt. Wow, wow, wow. En Paramaribo. Alexander Curly. Ondertussen is Jan Metaal binnengekomen. Die heeft weer eens geneusd in zijn platenkast. En die heeft een heel oud nummer opgedoken. Wat niemand hier in de studio ooit gehoord heeft. Ja, de titel komt wel bekend voor. Dat is namelijk Surabaya. En het wordt gezongen door Andres.
Ja, dat was weer dus een heel andere versie. We kennen hem natuurlijk allemaal van Anneke Grunlo, maar ik vind deze eigenlijk een stuk mooier, rustiger. Goeie keuze, Jan Metaal. Kom nog eens vaker met dit soort mooie nummers aan. Oké, we gaan nu weer terug naar Nederland. Ja, Nederland, een beetje buitenland zelfs. En daar zingen ze ook over. Rowan Herzen, die heeft het erover dat straks heel Nederland Limburgs kletst. Het is een kwestie van de dag. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs loopt. Enthousiasme voor Jacques Poels en Rowan Herzen. Nou, hun voorspelling komt vast niet uit hoor. Ik ga echt geen Limburgs praten, Jacques. We gaan wel Limburgse nummers draaien. En hier komt de uitslag van de prijsvraag. Dat is ook een nummer van een Limburgse artiest. De plaats was Spekholzer Heide. 15 letters was niet al te moeilijk. De raadplaat wel. Daar kwamen eigenlijk pas de goede oplossingen. Los na de laatste aanwijzing. En toen begreep men wel dat het over Heintje ging. Heintje Simons, die kwam uit Bleierheide. De nachtegaal van Bleierheide. En dat ligt niet zo ver bij Spekholzerheide vandaan. Maar als we direct Bleierheide gedaan hadden, dan had iedereen het direct geweten. Dus het moet wel een prijsvraag blijven. Nou, wat voor nummer zou die gezongen hebben? Ik zei al, hij zong over een land wat je niet te ver moet zoeken. Dus dat is gewoon Nederland. Holland, zegt hij dan. Dus de complete uitslag is Ik hou van Holland door Heintje uit Bleierheide, vlakbij Spekholzerheide.
De winnaar van de plaats is Henry van der Voort uit IJsselstein. De raadplaat die werd geraden door Geertje den Hertog uit Vianen. En we geven ook nog even een eervolle vermelding van Kees van Vliet uit Montfoort, omdat hij ook een goede oplossing had. Hier komt Heintje. Ik hou van Holland, landje aan de Zuiderzee. Een stukje Holland draag ik in mijn hart steeds mee. Van Bleier Heide zingt over hoeveel hij van Nederland houdt. Hij woont in België overigens. Ik weet niet of dat een signaal is, maar hij woont daar al heel lang. Oké, voor de thuisblijvers hier nog een tip. De piekenkermis is op de Malibaan in Utrecht. Van 9 tot en met 14 juli. En dat is een heel interessante kermis. Ze hebben daar de hele Malibaan ongeveer voor afgesloten. Dus ga daar als het een beetje weer is even naartoe. En misschien komt u André Hazes nog wel tegen, want die is daar met zijn kinderen naartoe. Met de kinderen naar de kermis, wat een feest. Ik was er zelf in zoveel jaren niet geweest. Ik koop voor allemaal een fijne suikerspin. En dan gaan we met de gil en spookhaas in. Met de kinderen naar de kermis, met de kinderen aan de zwier. Voel ik me 20 jaar jonger op de kermis iets plezier. Allemaal lekker draaien op het stijger om de paard. Allemaal op de achtbaan met de ijselijke paard. Het schieten gaat beroerd en daarmee sta ik mooi voor schut. Maar even later ben ik de sterkste op de kop van je. Met de kinderen naar de kermis, wat een feest. Ik was er zelf in zoveel jaren niet geweest. Ik koop voor allemaal een fijne suikerspin. En dan gaan we met de gil het spookhuis in. Met de kinderen naar de kermis, met de kinderen aan de zwier. Voel ik me 20 jaren jonger op de kermis, is plezier. Maar op het reuk
muizenrad, dan hang je in de lucht. Zie je de hele kermis en de stad in vogelvlucht. We botsen in de autootjes gezellig op elkaar. Ik heb het al bekeken, voortaan gaan we ieder jaar. Met de kinderen naar de kermis, wat een feest. Ik was er zelf in zoveel jaren niet geweest. Ik koop voor allemaal een fijne suikerspin. En dan gaan we met de gil het spoka zien. Met de kinderen naar de kermis, met de kinderen aan de spier. Voel ik me 20 jaar een jonger op de kermis. André Hazes met de kinderen naar de kermis. Ik weet niet welke dat hij bedoelt, want hij heeft er nogal uit verschillende huwelijken hier en daar wat, heb ik ooit begrepen. Ik heb tenminste ooit die film ook nog wel eens van hem gezien. Dit nummer haalde ik van een langspelplaat die ik kreeg van Guus Bressers. Guus en zijn zus Ines die hadden me van de week uitgenodigd om eens op bezoek te komen. Die wonen in Roosendaal en in Wustwezel in België. Ze zijn zeer trouwe luisteraars naar dit programma via internet. En daar stond onder andere dit nummer op een LP van André Hazes. Er stond nog een ander nummer op, daar gaan we een andere keer eens draaien. Dat was een nummer uit de tijd dat André Hazes 3 turven hoog was, 1959, toen was hij 8 jaar. Ze heeft hier een nummer opgenomen samen met Johnny Kraaikamp. En dat heet het Droomschip. Daar hebben we nu geen tijd meer voor, maar dat komt binnenkort vast wel. Oké, we gaan even nog een stedentripje maken met een zanger waar je nooit meer wat van hoort. Die vroeger heel veel programma's had in het kader van Met Lier is het Land in. En die man die heet Henk van Montvoort. En we gaan naar Amsterdam, Kopenhagen en Parijs. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes 's avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Al die lichtjes 's avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Ga eens met mij mee naar Kopenhagen. Zet al je zorgen opzij. Wij gaan aan de zwier, hebben veel plezier. En we voelen ons zo blij. Zwieren en zwaaien in Kopenhagen, blijf toch niet thuis, doe het vlug. Is je geld dan op, heb je reuze strop, maar naar Kopenhagen moet je beslist weer naar Kopenhagen terug. La, la, la. Zwaaien in Kopenhagen, blijf toch niet thuis, doe het vlug. Is je geld dan op, heb je reuze strop. Maar naar Kopenhagen moet je beslist weer naar Kopenhagen terug. Ben in Parijs geweest, het was er een reuzefeest. Ik heb er de Moulin Rouge gezien. Ik heb er gedanst met Josephine. Ik raad het een ieder aan om met me mee te gaan. Je koopt je een pet met een rode das, dat komt je goed van pas. Ben in Parijs geweest, was er een reuzefeest. Heb er de Moulin Rouge gezien. Heb er gedanst met Josephine. Ik raad het er ieder aan.
eens met me mee te gaan. Koop je een pet met rode ras, dat komt je goed van pas. Zo, dat was nog een laatste tip van Henk van Montfoort. Ga eens even naar Amsterdam, Kopenhagen en vooral Parijs. Genoeg te beleven. Oké, luisteraars, dat was onze wereldreis van vandaag. Naar wat minder bekende en bekende vakantieoorden. Bedank alle luisteraars, alle tipgevers. We blijven ons altijd aanbevolen houden voor leuke tips, aparte nummers. Of anderszins mail ze naar ons. Als we ze enigszins kunnen gebruiken, dan zullen we dat doen. Dank aan technicus Jeroen, telefoonmanager Kees-Jan. En tot volgende week. Dan hebben we een speciaal onderwerp. En dat is bloemen. Alles wat daarbij hoort. Nou, dat gaat uiteraard ook over rozen en noem ze maar op. We zullen zoveel mogelijk bloemen proberen te doen. Tot volgende week dus. Op diverse kabelfrequenties in de Lopelijke Waard. En wereldwijd via internet. Dit is de Streekradio voor en IJsselstein. Goedemiddag, dit is het Novum Nieuws. Ik ben Tamara Bok. De woning van de Jordaanse